Dit jaar werd het jaarlijkse evenement Jungle Fever georganiseerd. Er waren ruim 1300 bezoekers. Kikker TV was gevraagd om erbij te zijn. Day is a struggle, my vision's getting blurry. I'm starting to see double, steady searching for peace. Yeah, all I find is the trouble. Tell me where is the light at the end of this tunnel? Cause all I see is black, just as if I was blind. Trying to open my eyes, I'm just trying to survive. The fear of being behind is constantly on my mind. That's the reason I hustle, that's the reason I grind. Cause I am one of a kind, trying to be the greatest. This is what I do, baby, I gotta make it. Hoe vind je het hier vanavond, man? Ja, lekker de muziek. Ja. Zoals altijd, een beetje Lamboe-stijl van vroeger. Mijn broer die ging er altijd naartoe en dat is helemaal geweldig, zoals je hoort. Waar komen jullie vandaan? Van Maldenham. Maldenham. En hoe zijn jullie hier terecht geraakt? Met de auto. Ja, met mijn vriendin. En hoe is je dat Jungle Fever bezig was? Van veel vrienden die dat zijn dat zo top was en al. En wat vind je van Jungle Fever? Wow, ik vind de tent een beetje klein. Een beetje klein, hè? Het is wel leuk. Ja. Hey, kan je vertellen van waar jullie vandaan komen? Het Aardegem. Aardegem. En hoe zijn jullie terecht geraakt? Met fietsen op Facebook, hè? Ja. Ja, ja. En wat vind je ervan vanavond? Ik vind het goed. Ja, goede muziek. Ja, ja. Ja, waar. Hoe vind je de sfeer? Hoe vind je de sfeer een beetje vanavond? Het is wel veel volk, maar het is wel goed. Ja. Wat komt er allemaal bij kijken om een feestje als Jungle Fever te organiseren? Ik denk dat beter dat Thomas kan uitleggen. Er komt heel veel bij kijken. Dat wordt echt zo'n vakje onderschat. We zijn al, denk vanaf maart, zijn we al bezig. Dus in minder dan een half jaar moet je gaan bedenken, wat gaan we doen? Voor elke DJ slaag je komen. Moet je vroeg bij zijn om te boeken. Want meestal zijn die al een half jaar van tevoren zijn die al geboekt. Dus je moet echt geluk hebben soms daarmee. Ja, dat zijn zoveel dingen die eigenlijk samenkomen en daar heb je gewoon heel veel man voor nodig. We zijn eigenlijk begonnen met 2-3 en er zijn intussen nu al 4-5. Er komen steeds meer en meer bij. Je hebt gewoon zoveel mensen nodig. Alleen maar het organiseren van Jungle Fever. Naast de DJ's en het licht en het geluid is natuurlijk ook van belang dat op de avond zelf en ter voorbereiding alles ter uitvoering wordt gebracht door onze mensen van de vereniging. Dus daar zijn we toch denk ik alles samen met een man of 50, 60 zijn we al om alles voor te bereiden, dus de tent bouwen. Maar ik zou natuurlijk de drank voorzien en alles gebeurt gewoon. Nou is het zo dat vorig jaar 2 uur was. Hoe is het gelukkig om nu 4 uur te maken? Ja, dat was even gelukkig en goed overleg met de gemeente Sluis gegaan. We willen de gemeente Sluis ook bedanken dat wij de kans hebben gekregen. We zijn dus een proefproject binnen de gemeente. En we hopen dat dat zeker voor volgend jaar ook verder kan, omdat het voor ons niet mogelijk is om 2 uur zo'n feest stil te zetten, omdat je dan enorm veel problemen krijgt. En nu ging om 4 uur gewoon iedereen netjes naar huis, iedereen had zoiets van het was leuk, het was goed. 4 uur is gewoon een mooie tijd en dat is veel minder probleem dan dat je om 2 uur de muziek stil legt. Wat is je drive om DJ te zijn? Het is gewoon heel leuk om het publiek te entertainen, je eigen platen die je maakt ten gehoor te brengen, platen van collega's. De sfeer is ten goede te brengen, publiek in te schatten en zo. Dus via deze weg wil ik iedereen bedanken, de sponsoren, de vrijwilligers en ook de gemeente dat dit mogelijk konden maken. Dus, tot volgend jaar. Afgelopen
Afgelopen zomer heeft Manege Hippo door weer strandritten georganiseerd voor toeristen. Kikker TV was hierbij. We zijn hier bij Manege Hippo door in Nieuwvliet, vlakbij het strand. Doen jullie ook iets met toerisme? Ja, zeker. Bij ons komen er in het seizoen heel veel Duitsers vooral. En België, Nederland, van alles. Maar over het algemeen ook heel veel Duitsers. En wij bieden strandritten aan. Voordat de mensen op strandrit gaan, dan gaan ze bij ons eerst op een testrit. Doen ze eigenlijk gewoon een les mee. En daarvanuit gaan wij als instructeur kijken of dat ze voldoende kunnen rijden om een buitenrit te mogen rijden. Dus dat ze hun paard onder controle goed kunnen houden in de stap, draf en galop. En vanuit daaruit kunnen de mensen met ons mee op het strand. Is het leuk om een buitenrit te doen? Ja, heel leuk. Op het moment als je naar buiten gaat op het strand, is heel ontspannend, heel mooi. En zeker dit seizoen was heel goed weer natuurlijk. Dus je ziet ook de mensen genieten en dat geeft ze voldoening. Ja. Het is leuk werk. Zijn er ook bepaalde risico's aan? Ja, zeker. We hebben ook heel strenge regels op het strand. We zeggen ook altijd een bepaalde volgorde van paarden. Dat de paarden allemaal ook een beetje ontspannen zijn. Er zijn vliegers, honden, van alles op het strand. Het is natuurlijk geen privéstrand. Dus we moeten er allemaal rekening mee houden. Maar we doen ook altijd in de heenweg, eigenlijk weg van de manege, alles rustig. De stap, de draf en de galop. En in de terugweg doen we eigenlijk vooral heel veel wandelen. En het heel rustig houden. Hoe is het om strandrit te doen? Het is heel bijzonder om met je paard over het strand te gaan. En gewoon met je paard door het water te stappen. En het is heel speciaal als je dan aan het galopperen bent en langs het strand. En dat is wel heel bijzonder om te doen. Is het veel anders dan in de wei lopen? Ja, ze zijn veel alerter. En het is wel heel bijzonder dan. Het is, hier heb je niks en zo. Eigenlijk van zee of strand of zo. En als je dan daar zo rijdt, dan heb je de zee en dan kan je erover kijken. Dat is wel heel leuk. En waar moet je speciaal op letten? Dat ze niet te hard gaan. Dat willen ze nog wel eens doen en dan vinden ze het iets te leuk, de paarden zelf, en dan gaan ze iets te hard. Dit jaar werd voor de eerste keer een trekkertrek georganiseerd met oldtimers. Iedereen wat een oude tractor mocht meedoen, Kikker TV ging hierbij een kijkje nemen. De vlag is op pad.
Ik ben Koen Zetter, ex-bestuurslid van KP Eten, Katholieke Plattelandsjongeren. En momenteel actief lid. Ja, het bijzondere aan deze trekkertrek is dat natuurlijk allemaal oude tractoren zijn. Hey, allemaal van de, die heel lang in de schuurtje gestaan hebben en eigenlijk niks meer mee gedaan is. En normaal rondjes mee gereden worden, maar nu is nog eens aan het werk gezet worden. Hoe zijn jullie zo op het idee gekomen? Nou, het idee komt eigenlijk voort uit dat heel veel jongeren hier zijn die een oud trekkertje hebben, die normaal met ringsteken meedoen. En dan we eigenlijk wouden dat er ook nou iets met de trekkers gedaan zou worden, maar iets anders dan een ringsteken. Dus in combinatie met Pinksteren en de paardentrek hebben we nou in principe een trekkertrek van gemaakt, maar dan ook met oude tractoren. Wat voor type trekker heb je? Een Dutch, de 4006 en 3 cilinder, 40 pk. Dus als je de mazoutpomp opdraait, dan heb je ongeveer nog maximum misschien 45 pk. Iets meer trekkracht, maar voornamelijk is voor de fun. Heb je al vaker met trekkertrek meegedaan? Niet de eerste keer. En wat verwacht je? Oh. Ik heb een proeftrek gedaan, trok tent, maar wat het nu gaat zijn, dat weet ik niet. Winnen of verliezen, het resultaat is toch zaden dat we naar rust gaan met pen en droom. Maar er zijn er niet veel die helemaal tot tent komen. Nee. En moet me accelereren, maar moet gaan dragen. Dit jaar werd de eerste fietstocht in Oostburg georganiseerd om geld te betalen voor de ziekte sclerotemie. Er fietsten veel mensen mee en Kikker TV wilde hier graag bij zijn. Vandaag wordt hier een fietstocht georganiseerd door Roy en Corine. Ten bate de opbrengsten gaan naar de Stichting Sclerotemie in Nederland om zoveel mogelijk awareness te creëren en om voorlichting te geven over deze ziekte. En wat is dat voor ziekte precies? Het is een auto-immuunziekte. Dat wil zeggen dat je lichaam zichzelf aanvalt, zeg maar. En het is eigenlijk verbindweefseling van het lijf. Dus je huid wordt heel hard, waardoor die op een gegeven moment zo hard wordt als gips, noemen ze het, of als steen. Je organen worden ook aangetast, waardoor de organen niet meer optimaal functioneren. En er meestal vroegtijdig overlijden in het spel is. En voor deze fietstocht komen er ook veel mensen op af? Ja, we hebben heel veel mensen heel hard aangewerkt. En ik geloof dat er een stuk of 50 fietsers zijn. Voor de eerste editie is dat best een hoop. En willen jullie het meer doen? Nou, ik vind het nu wel een succes. En ik hoop volgend jaar nogmaals zo'n fietstocht te organiseren. Want ik hoop dat ze dat willen gaan doen voor ons voor de tweede keer. En hoe kunnen de mensen jullie steunen? Ze kunnen ons steunen door loodjes te kopen vandaag, maar ook op www.stichtingsclerodermienederland.nl. Daar kun je allerlei informatie vinden over de ziekte en daar is ook een Ideal-knop. En daar kan je rechtstreeks een betaling over maken.
En deze betaling zullen wij gebruiken voor onderzoek en voorlichting. Dit jaar werd alweer de 7e editie van het Goede Festival gehouden. Eén zinderend weekend vol straattheater, muziek en dans. Kikker TV was erbij. Kunt u vertellen wat er vandaag te doen is in de Goede? Vandaag was de tweede dag van het Goede Festival. We hebben heel veel artiesten gehad, straatartiesten, muzici, huiskameroptredens waren vandaag vooral. Het was op 12 locaties in Goede, waar amateurs of semi-profs lieten zien wat ze kunnen. The days grow long. Kunt u me ook vertellen hoe het allemaal begonnen is bij Goede Festival? Dat is 7 jaar geleden, een initiatief van een van de bewoners van de markt. Die heeft hier op de markt zelf in open lucht een concert georganiseerd. Eigenlijk ten bate van de restauratie van de kerk. Die is toen nog helemaal als een soort bouwval bijna. Dat sloeg enorm aan en zo is dat voortgegaan. Ook al is de kerk nu gelukkig gerestaureerd, doen we nog steeds Goede Festival en is uitgegroeid tot een tweedaags festival met binnen- en buitenconcerten, huiskamerconcerten, de kunstmarkt, van alles. En ik doe alles om jou te behagen. Jij kunt alles van me vragen. Vanaf het begin geef jij mijn leven zin. U bent vandaag publiek bij Goede. Hoe beleeft u het? Ik vind het heel gezellig, een hartstikke goede ontspannen sfeer. We zullen het vooral het eerste weekend van september moeten herhalen. Hartstikke leuk programma. Komt u hier al eens vaker? Komt u hier van de buurt? We komen uit de buurt, maar het is de tweede keer dat we het echt meemaken. En het valt uitstekend. We hebben muziek geluisterd en dat was heel anders dan het optreden. En veel gekeken naar mensen en naar de oude muziek geluisterd, ja. Ja. Kunt u vertellen wat u van de organisatie vindt van vandaag? Nou, de organisatie is fantastisch. Die doen hun uiterste best. Ze zijn behoorlijk lang in de weer om alles in orde te krijgen, dus dat is fantastisch. En hoe bleef u het vandaag? Ja, ook mooi. Twitchje doet mee. Alles. Het is hartstikke sfeervol, de muziek. Ja, het plaatje is weer compleet. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week.